De Beatles die speelden dus die speelden niet achterstevoren in Tomorrow Never Knows. Dat is het laatste track van het album Revolver. Maar ze lieten gewoon de band die ze hadden opgenomen, de meerspoorband, draaiden ze achterstevoren lopen. En dan speelden ze vooruit gitaar, de likjes die ik nu ook ga spelen. En dan draaiden ze dat geheel weer om, zodat de muziek weer vooruit klinkt en de gitaar achterstevoren. En dan krijg je dus achterstevoren gitaarspel. Je kan het uitzoeken door natuurlijk gewoon... Tegenwoordig kun je met Pro Tools op je computer dingen achterstevoren draaien. En dan hoor je één... Onder het achterstevoren geweld hoor je dan één gitaartje gewoon vooruit spelen. En dat is de partij die jij moet spelen. Dit is een apparaat wat de echo omdraait. Een couplet van tevoren zie je mij dus gitaar spelen terwijl je niks hoort. En een couplet later trap ik dan in wat ik op een couplet eerder heb opgenomen. En dat hoor je dan achterstevoren. Het is een soort sport is het eigenlijk. Ja, het achterstevoren geluid. Dat je met de tijd, dat je mess around with time. Dat is toch wel heel, ja, een beetje psychedelisch misschien. Maar... En het leuke is ook dat je op het moment dat je niks doet, dat je nog wat hoort. Goed, dat is een kleine les in achterstevoren gitaarspelen.